Dus ik moet echt eventjes mezelf gaan aanleren om even naar buiten te gaan. Dit is dus al een boot. Dit kan toch? Ik vind het zonde om mijn huis heel krap te maken, terwijl het gewoon niet hoeft. Ik weet niet of het nou mooier is. Oh mijn god, er is echt iets gestoord gebeurd net. Ja, perfectie! Dan merk ik wel dat ik echt denk, wauw, kijk even wat het verschil. Ik voel me nu echt een stukje lichter. Maar als jij van zoet houdt, ga je helemaal gek worden als je dit proeft. Ik denk leuk en denk je, maar eigenlijk ben ik niet meer zo van het drukken. Je koestert een stille liefde en wat ook weer nog meer? Wat stikt zo erg naar plas? Hiermee? Oh, dat weet je dat ik dat wil. Is het aubergine met zwarte knoflook? Zon! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Oh my god, het is zo lekker opstaan nu het licht is. Hola, buongiorno. Willen jullie eigenlijk zien wat ik eet? Volgens mij boeit het niet. Ik ga nu dit eten. Nou ja. Het is, volgens mij vinden jullie het niet zo boeiend. Ik heb twee gekookte eitjes, avocado, brood, een banaan, een appel, een stuk komkommer en surimi sticks. Oh, hi. En een tampon, want ik ben dus voor het eerst weer ongesteld. Ik vond het niet heel lekker, maar echt zeker niet de pijn die ik normaal had. En ik ga zo lekker naar boven over 5 minuten, want ik wil gewoon weer vaker ook boven zijn om 8 uur. Aan het begin was ik dat niet, omdat ik dan dacht, ja, hey, ik kan hem ook op het bord zetten. Dat is leuk. Ander zicht. Aan het begin dacht ik, ja, ik heb zoveel te doen. Ik ga niet hoor, doei. Maar nu kan het makkelijk. Ik heb helemaal spierpijn van het benen treden. En ik heb volgens mij voor het eerst geen glitterschoenen aan op school. Nou, ik ga stoppen met vloggen, want ik heb echt niets te melden. Oh ja, ik kan even laten zien wat we vandaag gaan doen. Maandag 25 maart alweer. En dit is het programma. Vanmiddag een gesprek. Hoe ik eruit zie na een dag werken is niet normaal. Ook moet die vlek nog van mijn lens halen. Ik weet niet of het er dus af is, maar gelukkig heb ik met deze camera heel weinig gefilmd vorige week. Ik ben helemaal kapot. Het is gewoon pittig, omdat veel kinderen gewoon in de nieuwe generatie gewoon echt weerwoorden worden gegeven. Het is niet meer als de juf het zegt, dan luister ik. Het is gewoon niet meer wat het vroeger was, dus dat is gewoon vermoeiend. En ik accepteer dat niet, dus ik zit er bovenop, maar dan ben je uiteindelijk wel moe. Want je bent de hele dag kinderen aan het opvoeden. Echt opvoeden, niet alleen les aan het geven, maar gewoon opvoeden. En toen werd een kind te laat van school opgehaald, die was hier tot 3:50. En toen kwam mijn collega met wie ik een gesprek had hier binnen. En toen om 3:55 waren de mensen er al voor het gesprek. Ik had een gesprek dus met ik... De oude juf, dus niet juf Verlina, maar degene die ik heb overgenomen. Ik geef even de Narcissen water. En dan Narcissen. Ik weet het even allemaal niet meer. En de IB'er en een extern iemand. En de ouders, twee ouders, met z'n zessen. We hebben anderhalf uur gepraat. Dat was een ongelooflijk goed gesprek die ik zelf heb aangevraagd. Het was echt een heel prettig gesprek. Maar ja, dan zit ik er zo vol in. En dan dat na zo'n werkdag. En dan ben ik gewoon... uiteindelijk helemaal kapot. Het is grappig, ik begon mijn dag echt super fit. Dit lekt. Dit is gewoon open van onder. Seriously. Jongens, serieus. Wat heb je eraan? Nou. Ja, ik had echt een fantastische dag. Maar ik ben dan gewoon kapot daarna. Oh, wat chill dit. Het is weer helemaal nat. In dit vak geef je zo ontzettend veel energie. Dat je gewoon stuk bent daarna. Daarom, ik zou niet 5 dagen willen werken. Want dan ben je gewoon niks meer waard. Het is, en je geeft heel veel. En als je gewoon ook gevoelig bent voor prikkels, is het gewoon vermoeiend. Dus ik vind het echt fantastisch. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het echt geweldig. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Maar ik ben zo dedicated dat ik gewoon alles geef. En daarna is het op. Dat zie je. We hebben superleuk een soort fantasiedino's gemaakt. Dus met een soort grappige soort sigarettenvullingjes gewerkt en skeletten gemaakt. Het ziet er toch te leuk uit. Dit is de eerste van het nieuwe thema, de eerste knutsel. Echt leuk. En ik heb nu dus niet mijn glitterschoenen aan, maar dit. Dus in het wit. Echt leuk. Kijk nou hoe geweldig dit eruit ziet. Dit heb ik dus gewoon weer tijdens mijn lunchpauze bedacht. Want ik had nog geen knutsel voorbereid. Dat is gewoon lastig als je 2 dagen werkt. Ik moet gewoon echt op de dinsdag het voor de week erna voorbereiden. Maar vorige week was het zo'n rare dag met die verhuisdag. Dus dit heb ik gewoon tijdens de
pauze bedacht. Heb je geen pauze gehad, maar wel een hele leuke knutsel. Dit is toch super leuk om te zien? Ik vind het echt heel leuk bedacht. Ik had op internet gezien dat ze het met pasta deden. En toen ging ik in het Crea-hoek zoeken. Dat is een beetje mijn style, hoe ik dat doe. Toen had ik dit. En ook nog een boekje erbij met wat info en zo uit de methode. Maar misschien wil ik morgen ze nog... Het is ook nog een beetje ter inspiratie. Misschien wil ik morgen ze dus nog de woorden bij hun ding laten plakken. Het lijkt me wel tof. Als je echt een beetje wat woorden op de juiste plek zet. Maar ja, we hebben natuurlijk fantasie. Ja, je kan wel een staartwerfsel bijvoorbeeld. Wervel. Nou ja, moet ik even kijken wat ik dan nog wil. Ik vind het eigenlijk nu ook wel heel erg leuk. Dit is voor paas, ontbijt vrijdag. En verder heb ik niet echt iets te laten zien. Ik ga zo lekker naar huis. Het is 6:10. En ik was hier om 7:45. Wat natuurlijk ook gewoon pittig maakt, is dat je 7:45 bent. Dan ga je 7:55 naar boven om 5 minuten koffie te drinken. Dan begint je dag. Dan heb je buiten spelen een kwartiertje. Dan sta je even met collega's buiten. En verder ben je vanaf 10:00 niet meer buiten geweest. Dan heb je dus je lunchpauze. Dan zou je, sommigen gaan dan even wandelen. Dus je hebt een half uurtje, want je moet ook ze ophalen en halen. Dus eigenlijk max 25 minuten. Kan je boven gaan eten, maar je hebt de hele dag ook geen frisse lucht. En dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dus vorige week dinsdag ben ik in mijn pauze even naar mijn moeder gelopen naar huis. Was ik helemaal opgeladen. Dus misschien ga ik dat wel morgen weer doen. Dan heb je 3 kwartier. Dus gewoon eventjes eruit. Dat is wel heel lekker. Maar natuurlijk ook fijn als je je knutsel al voorbereid hebt, dat je gewoon even pauze kunt houden. Maar ik moet zeggen, ook de keren dat ik mijn knutsel al voorbereid had, ging ik alsnog nakijken bijvoorbeeld. Of iets anders wat ik moest doen, ging ik dan doen. Want nu heb ik ook nog wat dingen die ik zou moeten doen, maar ik ga nu gewoon. Het is gewoon 6:15 thuis, vind ik gewoon echt laat genoeg. Maar ik bedoel meer, ja, ik neem eigenlijk nooit pauze. Dus toen had ik ook na schooltijd om tussen 4:45 en 5:00 heel snel een broodje gegeten. Het gaat gewoon heel snel, dus je hebt echt een werkdag die natuurlijk heel lang is. Dus je werkt 10 uur. 10,5 uur werk je, waarvan je dus ook 10,5 uur echt werkt. Je neemt dus geen pauze. En dan moet je ook nog voorlezen terwijl de kinderen eten. Dus ja, dat half uurtje pauze wat je hebt, moet je eigenlijk nemen. Maar dat doe ik dus niet. Maar dan alsnog is het niet zoveel. En ik heb gewoon heel erg behoefte aan frisse lucht. Dus als ik nu buiten kom, voel ik me meteen naar boren. Ben ik ook thuis meteen weer opgeknapt hoor. Maar het is gewoon, het valt me gewoon op hoe moe ik er dan uitzie. Dat is denk ik echt, ja, moe. Maar ook gewoon doordat je gewoon de hele dag binnen zit. Ja, in die zin is een buitendienst ook wel weer lekker. Dan heb je dus geen pauze op die dag, maar dan moet je dus buiten staan. Maar het is wel lekker. En nu kom ik heel weinig buiten. Want ik heb dus geen buitendienst op mijn werk. En op dinsdag is er gym, gaan ze ook niet zelf niet naar buiten. Dus ik ben altijd maar 1 kwartiertje buiten op een hele dag. Dat is gewoon heel kort. Dus misschien moet ik dan gewoon wel naar buiten gaan voort. Nou, nu ga ik naar huis. Ik ben dus ook heel erg ongesteld, dus ik heb echt heel veel buikpijn. Maar ik wil niet zeuren hoor, maar ik wil wel gewoon even vertellen hoe het is. Ja, verder ben ik helemaal happy. Ik heb een supergoed gesprek gehad. En een supergoede dag. In ieder geval ben ik voldaan en ga ik weer heel lekker slapen vanavond. En zo te zien ben ik wel de laatste die weer weggaat hier. Ja, ik ben de enige. Gelukkig is er verder niemand meer. Dat betekent dat anderen het niet zo laat hebben gemaakt. Beter, maar kijk, nu kom ik buiten. Oh, en nu voel ik me letterlijk direct beter. Dit is zo prettig. Hey joh, ik heb gewoon frisse lucht nodig. Ik voel me meteen. Dus ik moet echt eventjes mezelf gaan aanleren om even naar buiten te gaan. 5 minuten buiten lopen, je voelt je al beter. Echt waar. En het is nog licht. Dat is ook fantastisch. En ik ben gisteren in bad geweest, maar ik zou eigenlijk wel weer in bad willen vanavond. Want dat is echt pure ontspanning. Ik zit altijd in de avond of voor Instagram wat te werken of meubels te zoeken. Dat kan je natuurlijk aan tafel doen of op de bank. Maar je kan ook gewoon heerlijk in bad liggen. Dus ik denk dat ik gewoon misschien wel weer in bad ga. Waarom ook niet? Yummy! Goedemorgen. Ik ben zo intens moe, ik leef niet meer. Ik ben al heel lang wakker. Mijn energie is gewoon helemaal op. Ik heb gisteren te veel energie gegeven. Het is 7:30. Ik ben al sinds 6:15 of zo stond ik in de douche. Ja, ik ben gewoon helemaal kapot. Ik heb zoveel energie gegeven. Dat is eigenlijk... Dat is een beetje het gevaar. Ik kan dat dus, maar dan moet ik daar echt een dag van bij komen. Dus ik moet vandaag toch wat minder energie geven. Ik wil gewoon zo graag dat die dingen die niet goed gaan, wil ik zo graag fixen. Maar je kan dat niet. Je kan niet zoveel energie geven in 1 dag. Je kan niet 10 uur lang aanstaan. Qua een klas met kinderen en oudergesprekken. En het was echt goed. Maar ik ben nu gewoon op. Ik ben gewoon kapot. En dan heb ik maar 7 uur geslapen. Dat is te weinig.
Dus ik moet dan echt 10 uur slapen om te herstellen van zoveel energie geven en zoveel prikkels. Ik vind het raar, want het komt echt over alsof ik het allemaal niet aan kan. En dat is het dus niet. Juist omdat ik het dus heel graag wil aanpakken. En er maar zo weinig ben. En dus maar zo weinig tijd heb om ze dingen te leren. Wil ik dat tussen die 2 dagen stoppen. Maar het is eigenlijk niet haalbaar. Dus ik moet vandaag eventjes iets minder willen bereiken met de kids. En eventjes zo. Ik heb matcha gemaakt weer. Oh, oeps, het is veel te veel. Toen ik 5 dagen werkte was het gewoon makkelijker. Dan kan je lekker doorpakken. En nu heb je maar 2 dagen, weet je. Dan heb ik dus een afspraak gemaakt over een nieuwe beloningskaart. Een nieuwe afspraak met een kind. Veel te veel lus. En dan ga ik dat met hem met de gym bespreken. Maar dat betekent dat ik het dus vandaag niet met hem kan doorvoeren. En ik het dus pas volgende week maandag met hem kan testen. Dus dan denk ik, ja, ik ga wel nu al eerder naar school. Ik ga een opzet voor die kaart maken. En dan ga ik het wel tijdens het campingmodel met hem doen. Tijdens de inloop van 3 kwartier, zeg maar. Nou, inloop, waarin ze dus zelf bezig zijn. Ga ik het wel dan al met hem bespreken. Terwijl ik gisteren in het gesprek zei, ik denk dat er dan te veel prikkels zijn. Ze doen het wel tijdens de gym. Maar dan geef je ook weer je gymmomenten op natuurlijk. Dus dat is ook weer, dan wil ik... Ja joh, ik doe het wel tijdens de gym. Want je hebt ook leerkrachten die zeggen, ja ik ga het volgende week of eind van de week maak ik het wel eventjes. En ik meteen, nee ik maak het meteen morgenavond, vanavond. En ik ga morgen tijdens de gym meteen met hem zitten. Dus ja, dan in die zin geef je dan eigenlijk te veel energie in 1 keer. Maar ik wil dat het dan gewoon goed komt. En ook dat die leerling dan een fijne dag heeft. En daarmee de klas en ik ook weer. Dus nu denk ik, ga eerder naar school met hem maken. Ga ik tijdens het campingmodel met hem doen. En heeft hij de hele dag, kan hij er al mee oefenen. Dus ja. Dus ik ben eigenlijk te dedicated voor de korte aantal dagen die ik heb. Maar ik wil ook niet meer werken. Want sowieso word ik gewoon snel verprikkeld. En heb ik ook een andere baan. Zo, het was weer een pittige dag waarin weer heel veel is bereikt. Het was echt een stuk beter. Je merkt echt dat het werkt, wat er dan allemaal gedaan wordt. Dus dat is heel erg fijn. Er mailtjes met ouders. Ik probeer gewoon heel erg kort contact te houden met ouders. Alles direct te melden. En hard aan de bak. We hebben heel leuk nog woorden erbij gezet. De een wat meer dan de ander. Dat was echt gewoon een beetje op eigen niveau. Sommigen hebben er superveel. Heel leuk. Schedel, oogkast, tanden, kaak. Echt heel erg leuk hoe ze dat hebben gedaan. Dit is het programma van morgen. Volgens mij heb ik dat van vandaag niet gefilmd, maar goed. En nu ga ik naar huis. En dit is nogal heel erg leuk. Ik ga er niet meer van laten zien, want dat is heel persoonlijk. Maar ik heb een eigen beloningskaart gemaakt voor kinderen. Dus dit is dan de zin. En ze kunnen dan in 3 dagdelen kunnen ze dan stickers verdienen. En deze ook nog. En dan mocht het zelf zeg maar versierd worden. En dat is dan weer voor een andere leerling. Dat werkte goed, want dan kun je dus echt in 3 dagdelen stickers verdienen. En dat is heel fijn als het nog lastig is. Zelf versieren is gewoon heel goed voor de motivatie. En vandaag samen gemaakt met de kinderen. Met 2 kinderen. Meteen ingezet. En het was eigenlijk meteen een succes. Misschien een leuke tip. Je kan dus een dikke duimenkaart online downloaden. Maar eigenlijk het samen maken. En het is ook echt koppelen aan een regel. En het zelf versieren werkt wel echt heel goed. Hoi, ik kreeg dus bericht dat mijn eettafel klaar staat. En toen dacht ik vanochtend ineens, ik wilde naar mijn huis gaan. Toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon kijken? Het is toch maar een kwartier rijden. Of die in mijn auto past. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb mijn achterbak plat gemaakt. Ik ga dit nog plat maken. En die tafel is maar 1,60. Dus dat ga ik gewoon proberen. En als het niet lukt, dan heb ik een half uur gereden voor niks. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij eruit ziet natuurlijk. Hij is dus van kast 20. Zo'n wolkentafel. Ik heb hem toen voor jullie ook gefilmd. Wat fijn om weer in mijn huis te zijn. Ik ben best wel netjes achtergelaten. Ik denk, oh ja, mijn kookeiland. Oh, de tv. Ik ging laten zien dat het schilderij ging aan en zo. Kijk, het schilderij ging aan toen ik binnenkwam. Het blad. Alles zit in mijn auto. Ik kon niet filmen, want mijn auto zat echt ingebouwd. Het paste gewoon. Ze hebben het voor me ingelegd, ingebakt. En als Jan trouwens komt, kunnen we samen het blad in. Want die is heel zwaar. En de poten zijn best wel licht. Die moet ik er zelf op schroeven. Ik vind het zo spannend hoe het gaat worden. Want het natuurlijk zo'n kleine ruimte is. Maar het is echt een grote tafel. Het is, ik heb wel veel plekjes vind ik waar ik kan filmen. Oh, hij heeft niet heel veel rot. Ja. Wat leuk, wat leuk. Wat een gezellig huisje. Wat een gezellig huisje. Heel leuk. Dit is dus al een boot. Die heb ik in die kar gedaan. Die zijn echt super licht. Van zo'n spat spaanplaat, weet ik. Maar ik vind het zo spannend. Oh my god, en ik heb mijn hele briefbus dichtgehaald. Ik moet echt zo'n nee-nee sticker gaan kopen, want het wordt helemaal volgedrukt. Dit zijn mijn badkamerpootjes. En ik heb mijn laptop mee, eitjes. Morgen moet mijn vlog online. En ik ben pas... Ik heb
gisteren misschien een half uur max geëdit. En ik vind het echt zo bizar dat ik straks gewoon een eettafel heb staan hier. Wat trouwens ook leuk is, is dat ik dus... Ik had toch gezegd dat mijn haarkwaliteit zo achteruit is gegaan. Nou, het is echt omdat ik die Action shampoo gebruik. Ik heb nu voor de tweede keer gewassen met gewoon een goede, zo'n professionele kappersalon shampoo. Het is helemaal zacht. Ik dacht, ik ga ook gewoon de deur uit zonder te feunen, want het droogt gewoon prima op. Super zacht. Wassen is ook gewoon fijn daardoor. In plaats van dat je tegenop ziet omdat het taal wordt. En ik heb gisteravond een bank besteld. Ik twijfel al heel lang over die bank. Mijn bank in Muiden was dus ook van de Weekamp. Vet chill, je bestelt het om 11 uur 's avonds en het wordt morgen al bezorgd en gratis opgehaald als hij niet goed is. Maar ik zat dus heel erg te denken dat ik een slaapbank wilde. Omdat het gewoon, als er dan iemand hier blijft slapen, ik ben een hele slechte slaper, dan heb ik gewoon een extra bed. Maar toen dacht ik, ja, je kan net zo goed een luchtbed nemen voor die keren dat er hier iemand komt. Dan heb je wel een leuke, mooie en fijne bank. Ik weet dus niet hoe die zit. Hij is op de gok, maar hij kan dus terug. Ik hoop het natuurlijk niet. En hij heeft een goede maat. En hij heeft ook een hoekje. En dat is gewoon heel moeilijk te vinden in die kleine maat die hier past. Dus nou, dat wordt vandaag bezorgd. Ik wilde die Hype Quantum spiegel hebben. Die is nergens meer. Maar ze hadden wel een kleine versie online. Dus die heb ik besteld. Met volgens mij nog 3 andere spiegels. Dus die worden bezorgd. En IKEA wordt nog wat een ladekastje. Zo voor de kledingkast, planken. Nog wat dingen bezorgd. En ik ga met Sean dus hopelijk de deuren van mijn kast vandaag doen. Dus ik ga even een beetje inruimen. Mijn beelden vast inladen in mijn laptop voor de vlog. En zie ik jullie zo weer. Ik wist trouwens al dat gouden handvaten dus lelijk zou zijn in deze keuken. Maar ik wilde het toch proberen. Dus ik had op Amazon besteld. Het kost echt nog geen 20 euro voor 10 van die dingen. Maar kijk. Het is toch niet mooi? Toch? Het is toch niet mooi? Het is toch ordy? Ik heb ook zwarte maar meteen besteld. Die komen... Het is toch lelijk? Of niet, jongens? Het is toch heel goedkoop? Ja, toch? Dit is toch echt... Echt heel lelijk. Dat is gewoon een tourstoer. Ik heb ook stjoren. Ik heb ook zwarte besteld. Die komen vanavond. Dan ben ik er dus niet. Maar nee, dit, volgens mij kan dit echt niet. Dan gaan ze gewoon weer terug. En dit zijn dus de... Voor mijn wastafel met pootjes. Heb ik op Amazon gekocht. Volgens mij zijn ze goed. Want ik zocht een soort stevige poten. Niet heel ver uit te draaien waren. Want volgens mij hoef ik niet zo... Oh, dit is, ze zijn wel kort, maar volgens mij hoeft het dus ook maar kort. Nou ja, als het niet goed is, kan het dus ook weer terug. Moet ik eventjes gaan kijken. Ik wou dit haar laten doen, maar dit kan ik makkelijk zelf. Of het een goede maat is, dan is het wel een kwestie van erin schroeven. En dan kan je ze nog even stellen. Dit is gewoon plastic. Metaal. Plastic. Ja. Kostte ook helemaal niet veel. Ja, deze zijn dus veel te hoog. Ik had ze besteld zonder te meten. Het is echt maar zo'n stukje wat ik nodig heb. Die is gewoon bijna gewoon op. Rubbertjes kan gaan zetten. Oké. Nou. Two things to send back to Amazon. Ergens vind ik die handvatten. Vatten. Ik weet het gewoon niet. Ik dacht dus dat het handvatten was. Maar mensen zeggen handvaten. Volgens mij is dat fout. Maar nu weet ik het niet meer. Handvatten. In ieder geval. Ik vind het dus wel iets hebben. Maar volgens mij maakt het heel erg ordy. En ik zie nu dat het kastje van mijn keuken, want de kastje is echt zo schuin zijn afgesteld van die keuken die er al in zat. Dan zit je dus naar je eigen keuken wel kritisch te kijken, maar dat, oh, ik ben helemaal wazig. Dan zien jullie wel mijn blad, mooi. Kijk, dit is ook totaal niet goed afgesteld. En daar, ik weet niet of jullie het zien. Shanna is er al. Ik was aan het editen en een beetje aan het instorten. En we hebben dus het blad getild en we zijn allebei van mening dat het echt... Heel eng is met die grote poot. Je hebt een heel klein huis en dan kies je voor 2 poten die net zo groot zijn als een hele eettafel. Maar hij zei, je moet 1 zo'n poot. En je kan dus een poot nemen die zo is, zeg maar zo'n houtje. Maar dat vond ik er zo druk uitzien. Ik dacht, nou, ik kies wel voor 2 ronden. Maar ik moet het maar even op gaan leggen. Goh, leggen. Ik zie het gewoon niet voor me, dat houtje. Welk houtje? Dat dunne. Ja, maar wat je daarmee bedoelt? Sorry, dit is toch prachtig? Eerlijk zeggen. Ja, dit is wel heel mooi, Shanna. Eerlijk gegeven. Met die vloer erbij met die kleugjes. Oh, het is wel heel groot die poten, zeg. Allemachtig. Als je je benen uit elkaar hebt, kan je hier ook zitten. Oei, ja, dat is wel een probleem. Ik denk dat ik moet gaan vragen of ik die poten mag ruilen, wat niet gaat mogen. Ja? Oh nee, dit is heel naar. Je hebt helemaal niks aan die tafel. Want kijk, in de showroom was die tafel 2,20 bij een meter. En dit is 1,60 bij 90 centimeter. Maar ik geloof gewoon niet. Als je hem vastzet, dat 1 poot niet genoeg is. Ja?
kunnen testen. Toch? Tenzij ik dan echt gaat kantelen. En anders kan het hier zo een lange pauze. Ik ben eigenlijk wel van mening dat 200 pauzen echt te groot is. Nee, dus ook. Maar kan ik dan een pauze terugbrengen? Want het is super duur. Met al dat vragen. Oei! Maar bedoel je op maat gemaakt van die kleur en alles? Alles, gewoon de vorm. Dat kan denk ik niet. Nou, de poten zijn volgens mij universeel hoor. Dus maar één soort ronde poot. One can always ja, guess. Kan het niet gewoon, Sean? Dit kan toch? Nou. Ja, hij heeft het wel wiebelbaar, niet? Ja. Oh. Anders was het dus nog zo'n poot. Ja, dat vind ik een raar idee. Ja, het is heel druk, maar het is misschien toch verstandiger. Ik kan wel bellen of ik nog mag ruilen voor zo'n poot. Doe het. Ik denk dat Sean en ik nu allebei al een beetje verliefd zijn geworden op de tafel. Toch, Sean? Dat is gewoon even wennen. Als je zulke hoge verwachtingen hebt bij iets, dan kan het eigenlijk alleen maar zijn. Maar we hebben... Niet het plastic de tafel laten krassen. Oh, ik heb net weer mijn hele muur beschadigd trouwens. Zo doen. Maar ik moet toch nog verven. Kijk, deze placements heb ik toen. Bij de TK. Oh, wat leuk. Denk ik. Nou. Rechte placement. Sean kijkt heel moeilijk. Rechte placements doen het denk ik niet zo goed op deze tafel. Ik kan niet vinden wat ik zocht. Oké. Zien, deze vind ik wel heel leuk. Dit is zo'n stijl die ik vroeger niet leuk vond. En nu wel. Maar ik denk dat deze het beter doen hier. Op tafel. Eigenlijk is dit allemaal uitstelgedrag van de deuren die... Wat is dit? Oh, ik dacht een schade. Dit is allemaal uitstelgedrag, Sean. Nee. Ik heb het! Wow, dit is wel een stuk... Sean, dit is... Je hebt echt massa dat die camera zo goed stabiliseert. De shots van vorige week waren wel recht verschrikkelijk. Zo. We zaten er net doorheen. Nu zijn we erin bij. Ik heb dus een trauma aan schuifdeur. Want in Muiden, weet je wel toch? Die schuifdeur of vier erbij. Ja, dat was niks. Er was geen pax. Dit is veel niet gesponsord. Ik denk dat ik ook had een gesponsord. Oh, maar Sean, hier dat hij niet bij het schroef gehad. Ja, ik moet het nog een beetje perfectioneren, maar. Zo zit er weer een slam. Het is wel een soort van, maar het moet iets dichter aangeschoten worden. Die sloppen zijn ook wel lang, nou, dan valt het steeds uit. Niet gesponsord. Nee, het is volgens mij wel goed, maar het sloepgat is verdwenen. Dus bij nader inzien is er toch iets misgegaan. Net hebben we er allemaal gaten en niet meer. Kijk, daar is je weer. Hoppa. Ik moet gewoon weer slaan, zoals altijd bij de IKEA. Ja, oké, Shanna. Ik wil graag vier van deze schroefjes van jou. Oké, wacht. We hebben de rails erop en er moet nog heel veel gebeuren. En nu zijn de bezorgers van de weekamper. IKEA nalevering is ook net geweest en dan komt dus ook nog de kwantum. Zo ziet het er hier naar uit. Hoppakee, hoppatee. De bank is er en we gaan nu door met de bank, ook al mocht het eigenlijk niet. Want de regel was eerst moet er een deur in zitten, maar we zijn nieuwsgierig. Zijn het plastic poten, Sean? Oh nee, metaal. Ja, het is plastic. Hij is heel mooi, maar die bezorger keek me echt aan van hoe gaat het in jouw huis allemaal passen? Zag je zijn blik? Ja. Ik kon gewoon zijn gedachten lezen. Ik zei zo klein hè, toen hij... Ja. Ook die bolderkar hier. Wow. Hij is nog nooit zo vol gestaan als vandaag. Heb jij het stand in die mens? Ja. Maar het gaat dat merk al heel lang. Maar je hebt dus ook... Stanley is dus gewoon een merk. Ik dacht dus dat zo'n mes een Stanley mes is. Maar zo heet dat helemaal niet. Nee, dat merk Stanley is denk ik de eerste die ze hebben gemaakt. Maar ze hebben ook gewoon zagen en zo. Ik dacht, we kunnen hem nu misschien even uit die doos doen. Maar ik wist ze wel. Iemand in de briefje zei dat het een leverkleur was. Nou, ik vind het echt geen leverkleur. Het is namelijk een leverkleur. Ik weet niet of het een leverkleur is. Leverkleur is gewoon een kleur. Nog een half uurtje. Hij
Heb ik je gemolkt? Het karton is toch wel lekker als het van meegenomen, maar ik vond het geen 30 euro waard. Ja, de handleiding. Ik had voor het eerst echt een mental breakdown. Het ging wel allemaal niet goed. Ik had gewoon moeten stoppen. Het ging vandaag niet. Ik was te moe. De bank is er. Het ging allemaal mis met de pootjes. Ouders van Shanna zijn zelfs gekomen, geholpen. En toen stond hij en toen dacht ik, dit is veel te groot. Toen dacht ik, nou, we gaan het kookeiland opschuiven. Poten gebroken. Het zat nu helemaal scheef. Terwijl het juist goed was. Ja, als ik het zo zeg, valt het allemaal wel mee. Maar nou, dit is de bank. Hij is heel erg mooi, maar ik vind het gewoon veel te groeier, veel te krap. Echt een hele leuke bank, maar dat kan gewoon niet. Kijk, hij kan natuurlijk meer naar voren, dan is het niet zo dicht op de eettafel. Maar dit is gewoon te weinig ruimte. En hier wil ik ook niet minder ruimte hebben. Dus hij is gewoon net een tikje te groot. Het kan, maar ik vind het zonde. Terwijl als ik nu weer zo kijk, denk ik het kan gewoon, maar ik vind... Nee. Nee. Het is gewoon net te groot, maar ik ben gewoon kapot. Ik trek het allemaal even niet. Ik ben gewoon te moe. Ik moet editen. Dus ik ga nu een retour aanvragen. Ik sta aan de wachtrij. Dan heb ik de bank naar voren geschoven. Dan is het al veel beter qua dit. Maar alsnog vind ik het toch... Het is niet nodig. Ik vind het gewoon zonde om voor een bank mijn huis zo krap te maken. Want dit stuk is gewoon niet nodig. Het was top als het tot hier liep. Maar dat kan ik gewoon nergens vinden. Een bank die zo dat formaat heeft. Dus het kan. Maar ik vind het zonde om mijn huis heel krap te maken. Terwijl het gewoon niet hoeft. Kijk, dit is nu al beter. De tafel is prachtig trouwens. Helemaal blij mee. Zit nog niet vast overigens. Dit is nu meteen ook een veel leuker hoekje als je het wat meer naar voren schuift. Maar ik ga deze bank niet houden. Het is gewoon net te groot. Die zooi jongens ook. Ja, ik heb nog geen tijd om die doos uit te ruimen. En nog geen plek. Want dan denk ik, ik ga dit meubel vullen. Maar vervolgens moet ik alles nu weer leeghalen. Omdat die poten kapot zijn en het weer helemaal opnieuw moet. Hallo jongens. Oh, sorry dat deze week vlog wat minder positief is. Ik weet niet, soms heb je gewoon een geweldige week en daarna ineens niet. Het is even niet anders, maar mijn bank wordt zo retour gehaald en ik heb meteen een ander besteld. Dus die komt dan ook meteen weer terug. Dus ik ben nu al die zooi die hier bij die bank ligt even aan het verplaatsen. Dus vooral even wat keukendozen daar zetten. Want ja, het kan beter nu daar staan dan hier. En ik had me ook bedacht dat het echt niet slim is om nu bijvoorbeeld al een koelkast te bestellen. Dat moet ik echt pas doen als ik hier woon. Ik bedoel, het is zo snel in huis. Ik heb die ruimte nu gewoon nodig voor dozen. Dus no to myself, dat moet ik echt niet gaan doen. Ook moet ik voorkomen dat het hier een soort van treinopstelling wordt. Maar dit is het dus. Wel leuk dat jullie het hebben kunnen zien. De bank zit trouwens super lekker. Ik heb nu dus alleen een witte bank besteld, dus het wordt wel spannend. Maar ik weet natuurlijk dat het retourneren en zo, dat het allemaal niet goed is voor het milieu. Dat je het eigenlijk niet moet doen. Maar ik ben al zo lang op zoek dat ik dacht, oké, ik mag het van mezelf nog een keer doen. Ik bestel nog een bank. Dat is dan met van die losse elementen. Wel heel erg leuk. En die is dan in totaal maar 1,86 breed. Terwijl ik 2,20 mocht van mezelf. En dit is 2,70 of zo. Dus dat moet passen. Ik wil gewoon eventjes zien hoe dat hier staat. Het is nou eenmaal een fijne manier dat je dat retour kan sturen en gratis kan laten bezorgen. Misschien is de kleur ook goed. Want ja, verschillende soorten wit kunnen wel weer. Ik bedoel, dit is mega hoogglans. En dit is in feite echt een totaal andere kleur wit. En die bank misschien ook weer. Het heeft wel eens een soort bouclé stofje volgens mij. Dus voor hetzelfde geld is het top. En ik heb de bank natuurlijk best wel... De bedoeling was natuurlijk dat die zo zou staan. Maar dan zit hij gewoon heel dicht op dit. Dus hij gaat ook alweer een stukje naar voren. Dus ja. Kijk, het zou leuk zijn als je hier ook iets kon zetten. Weet je wel, tegen die ramen. Maar die wil je gewoon vrij houden. En de bank helemaal naar voren om hier nog wat te zetten. Tafeltje of zo wordt denk ik wel heel erg dicht op de tv. En nou ja, dit wordt dus minder diep. Tot hier denk ik ongeveer. Maar die lounge, die komt er dus wel. Dus ook weer benieuwd hoe lang die dan is. Want dat die niet open kan is niet zo erg. Maar die moet wel echt open kunnen. Dus spannend. Ik dacht, ik bestel het gewoon, dan weet ik het. En ik ben het hier nu even aan het leeghalen. Zodat ik niet weer helemaal gek word als er straks weer allemaal mannen hier dingen staan te tillen. Dus dit ga ik ook nog even opruimen. Oeh, deze is heel zwaar. Ik wil echt heel erg graag zo'n... leuk lamp van de kringloop gaan vinden. Die een beetje matcht bij die van mijn oma. Wat? Ik ben niks. Niks. Oh mijn god, er is echt iets gestoord gebeurd net. Wat is er allemaal aan de hand deze week? Gelukkig was mijn buurmeisje erbij als getuige, zeg. Goedemiddag, ik spreek met Eva, ik ben mag ik je helpen?
je spreekt met Charlotte. Bij mij is er zojuist een bank opgehaald en bezorgd. En ik heb heel erg klachten over de bezorgservice, maar ik denk dat ik daarvoor dus bij Dynalogic moet zijn en niet bij jullie. Klopt dat? Ja, dat klopt, mevrouw. Oké, maar ik wou wel even melden. Ze hebben de bank dus meegenomen en die was dus al uitgepakt, want die heb ik gisteren uitgepakt. En die hebben ze dus gewoon buiten op de grond gezet en buiten over de grond gerold en zo. Dus als hij met schade aankomt, kan ik er niks aan doen. Ik heb ook bewijs dat hij gewoon nog goed was hier. En verder, ja, ze zijn dus gaan schreeuwen, ze hebben schade gemaakt in mijn huis. Maar dat zal ik dan wel met Dynalogic oplossen. Maar dat er misschien wel even notitie kan worden gemaakt dat als er schade zit op de bank, dat dat door hun komt. Want ik heb hem gisteren pas geleverd gekregen en meteen een half uur later heb ik hem retour gemeld. Dus ik heb hem niet gebruikt of iets. Dus als hij nu beschadigd wordt, ligt dat dus niet aan mij. Nee, mevrouw. Het is heel erg lastig. Mag ik uw pascode aanwijzen, alsjeblieft? Oké, u wilt dan dus eens doorsturen, klopt dat? Nee, hij is net al opgehaald. Hij is net al opgehaald? Ja, op een belachelijke manier dus. Dus ze zijn tegen me gaan schreeuwen omdat de verpakking er niet omheen zat. Terwijl de Weekamp zei gisteren dat dat geen probleem was, want hij was gewoon uitgepakt. En ze zijn dus ze hebben schade gemaakt in mijn woning. En ze hebben de bank dus zonder verpakking meegenomen en gewoon over de grond gerold. Dus als er vlekken op zitten, komt dat dus niet door mij. Oké. Dan kun je het in de wachtplaats en dan neem ik het even op met de hoog gaan. Oké. Zou je misschien een mail kunnen opschrijven zodat je foto's kunt sturen? En dan gaat Daniel wat je contact met je opnemen. Ja, ik wou sowieso Dynalogic gaan bellen, maar ik bedoel meer dat als de bank retour komt en hij zou beschadigd zijn, dat jullie dan dus weten dat het niet door mij komt, dus dat er vast een melding van kan worden gemaakt. Want ik heb hem gisteren pas gekregen, hij was gewoon helemaal nieuw en ik heb hem meteen teruggestuurd. En ze zijn er zo wild mee omgegaan en ze hebben mijn huis beschadigd en ze gingen met de bank ook heel wild om, dus dan wil ik gewoon wel dat het zeker goed komt, zeg maar. Hier heb ik echt totaal geen vertrouwen in. Leuke vlog, hè, jongens? Echt een leuke vlog. Wauw. Echt een top week, dit. Ze nemen niet op. Kakkenmat. En magnolia. Hoe lastig het überhaupt om een bank weer terug te krijgen in zijn verpakking. Hallo. Ik heb besloten dat, hoe mooi die ook is, deze bank te groot is voor mijn huis. Heb ik de bank eigenlijk al laten zien? Ik vind het überhaupt leuk om deze week naar mijn vlog te kijken. Had ik mijn bank eigenlijk laten zien? Ik weet het niet eens. Deze hoek is dus te groot, dus die wordt morgen opgehaald. Ik vind hem wel echt heel erg perfect voor deze ruimte. Want kijk hoeveel ruimte hier over is. Dat vind ik gewoon heel mooi ogen. En de blok gaat nog een heel klein stukje hierheen. Het is alleen wel zo, als ik ga liggen, heb ik dus mijn benen op de bank. Dus het beste zijn een bank die tot hier komt. Dus ik kan ook denken van, zoek nog even verder. Ik laat hem even staan. Ik denk er even over na. Die daar gezet. En als ik dan binnenkom lopen, merk ik wel dat ik echt denk, wauw, kijk even wat het verschil. De tafel gaat natuurlijk nog een stukje naar links, maar je hebt ook zulke dunne banken. En dat gaat echt beter zijn. Ziet er wel heel netjes uit zo, hoor. Het lijkt nu gewoon dat je denkt, wow, er komt een veel grotere bank. Maar die bank lijkt ook niet heel klein. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En daar komt nog mijn witte dure stoel, zeg maar. Kijk, deze staat er helemaal scheef. Heel scheef. Dus dit gaat echt nog wel een stukje die kant op. Dus ik denk dat dit wel gewoon perfect zo is. En kijk, net erop gaan een zwart handvat. Ik vind het best zwart, maar ik denk dat ik het wel mooier vind dan dat grijze. Dus ik ga die grijze er gewoon lekker afhalen. Vet goedkoop van Amazon. Echt, het kost geen drol. Het is gewoon metaal. En ik, wow, hij staat echt heel scheef. Ja, hij gaat echt nog wel een flink stuk die kant op, hoor. Dus ik vind het een goede keus. En we moeten een keer water gaan drinken. Iemand, Henny heet ze, een trouwe volger, die plaatste zo'n lieve opmerking over haar. Wow, ik vind mijn huis beter nu die bank weg is, die groene bank. Al was ik zo verliefd op die bank. Hij is te groot voor dit huis. Wow. Wat mooi eigenlijk met al die beige tinten. Nu twijfel ik of ik, want ik wou dus dat kleine bankje ook in een groene kleur doen. Maar nu twijfel ik of ik het niet gewoon beige aan moet houden, toch. Ik vind het wel heel mooi. Oh, ik vind het heel mooi nu. Echt heel lief huis. Een lief huis. Leuke kussen zo.
me al energie vandaag. Hè? Ik weet niet wat er met mij is deze week. Had ik verteld dat die bezorgers gingen schreeuwen? Volgens mij heb ik het helemaal niet verteld. Je moet de schadeafhandeling helemaal officieel via de mail doen. Je moet echt 10.000 dingen invullen. Ik had vorige week ook al schade omdat die man die gereedschapskist in de muur duwde. Ook van Dynalogic. Ik weet niet of ik dat heb verteld. Ik weet het even niet op dit moment. Het was heel gestoord. De mannen tilden de bank op. Even de korte versie van het verhaal. Eerst zeiden ze van... ik ben te moe om het te vertellen. Ik vertel het zo wel. Sorry hoor. Ik heb vandaag niks gedaan, hè. Het is al bijna 6 uur. Er is totaal geen haast, want ik ga 22 april nog op het huis van mijn ouders passen als ze op vakantie gaan. En pas daarna ga ik hier naartoe verhuizen. Dus al doe ik een week niets, maakt het helemaal niet uit. Maar een voldaan gevoel op een dag is wel lekker. Ik weet niet of het nou mooier is. Het is wel wat harder, maar ik denk met al het zwart... bij elkaar. Jawel. Dat is toch mooier? Ja, denk ik wel echt mooier. Oh, het staat... Ik zie nu pas hoe scheef die keuken staat. Hij staat heel scheef. Dus hij gaat echt nog wel een stuk opschuiven. En mijn schade zit precies in het zicht. Kijk nou wat een schattig bankie. Hij is wel heel zacht, dus ik hoop echt dat de kwaliteit goed blijft. En met kussens erop blijft er echt niets van de bank over. Hij is ook niet echt diep, dus ik twijfel nog wel, want... Ja, hier kan je al niet meer liggen, weet je. Dus het is wel echt klein. Als je een beetje zo schuin, nou ja. Ik merk dat ik niet heel lekker lig. Kijk, dit neemt natuurlijk ook heel veel ruimte in beslag van de breedte van je bank. Het is gewoon eigenlijk voor hele dunne mensen, wat ik niet ben. Maar hij staat wel mooi. Ik vind de handgrepen heel chic, maar zien jullie dat er iets niet klopt? Ja. Ik kwam er namelijk bij de laatste achter, had ik alles erop zitten. Dat je hier dus niet zomaar bij komt. Dus dan moet ik de hele wasmachine gaan losschroeven. Heftig. Moet ik eerst maar even gaan opzoeken. Maar ik vind het wel eigenlijk echt veel chiquer met zwart. Eerst dacht ik heftig, maar als je het nu ziet is het echt mooier. Wow, ik vind het ook hier echt heel mooi. Alleen ik vind de bank, ik heb er nu op gelegen, echt te klein eigenlijk. Dus, maar ik laat het even bezinken. Maar kijk hoe ruim het ineens lijkt. Ja... Ik ga even mijn warmtekussen opladen, want ik heb het nu echt koud. Ik heb de hele tijd veel te warm hier in huis. De verwarming staat uit, maar het is hier super heet. Deze had ik laatst bij de Albert Heijn gekocht. Cool. Zo. De buitenhoes. Ik had dus dit kleed bij de Quantum besteld. Want ik toch die spiegels had besteld, maar het is veel te wit. En het is veel te groot om hier te leggen. Dus die moet ik retour brengen en weer opgerold krijgen. Ik denk dat ik helemaal geen tapijt neem trouwens. Het is niet nodig in dit huis. De zithoek is daar te klein voor. Het is meer wat ik aan het bestellen was bij de kant. En toen dacht ik, wat wilde ik gratis sergeant kosten of zo? Ik zag deze, dacht ik, oh deze is echt leuk. Het zat vast met folie. Hallo Clay. Wow, het lijkt naar tandarts. Hey, het gaat lukken. Ik denk dat ik vanavond heel lekker slaap. Oh, ik ben echt heel blij dat dit lukt, zeg. Zo, hallo allemaal. Ik zie er moe uit, maar kan je vertellen, ik voel me een stuk beter. Ik zat ook met wat dingetjes die ik niet per se in mijn vlog bespreek en... Ik heb eventjes heel goed gepraat. Ook vanochtend met mijn ouders even goed gepraat. Echt 2 uur lang. Ik was heel vroeg wakker. Ik was al om 8:50 gedoucht en aangekleed beneden. 2 uur gepraat, koffietje gedronken. En ik heb heel veel dingen die gewoon van me afvallen. En verlichting. Dus heel fijn. Nu ben ik bij de IKEA. Ik ga hier toch nog even naar banken kijken. En misschien ga ik daarna nog eventjes hier naar die woonwinkel Slimbakker Quantum. En dan ga ik naar mijn huis. Korte prullenbak bezorgd. Die bankding wordt opgehaald. En... ga ik lekker in mijn huis klooien. Maar ik voel me stukken beter. Ik heb ook heel veel gedroomd. Gisteren ook trouwens. Maar ik zit gewoon met wat dingetjes. En ja, misschien komt dat later in de vlog. Maar het is niet heel... Ik hoef niet alles te delen. Maar ik voel me nu echt een stukje lichter. En nu ben ik dus nog moe. Maar ik voel mentaal dat ik gewoon minder moe ben. Spontaan werd mijn uitslag ook minder tijdens het gesprek. Bizar. Ik heb dus nu helemaal niks van make-up op. Het is echt iets minder. Dus dat is fijn. En vanavond komen er vrienden bij mijn ouders eten. En ik ga niet mee eten. Omdat ze gewoon even lekker met z'n vieren kunnen zijn. Dus ik blijf lekker in mijn huis. Dus ik ben nou ja, super lang in mijn huis vandaag. Hopelijk. Mentaal is zo belangrijk. Dus ja, nu ben ik nog wel moe. Maar mentaal voel ik me echt bevrijd.
Dus hopelijk wordt de vlog nu ook wat positiever. En denk ik dat alles meteen ook goed gaat. Dan denk ik ook meteen dat de bezorgers niet onaardig zijn. Ik weet niet, als je niet lekker in je vel zit, gaat alles mis of zo. Ik hoop niet dat het dezelfde mannen zijn. Mocht je trouwens willen zien, ik heb de filmpjes, de opnames die ik had gemaakt, heb ik op mijn Instagram gezet. Dus onder verhuisdoos gebroken hartje 3. In die reeks met highlights van de stories kan je het terugzien. Mensen waren ook echt in shock op Instagram, bizar. Oké, ik ga nu lekker naar de IKEA. En volgens mij zie ik daar een oude GTS-acteur lopen. Dennis heet hij. Hij heet Koen. Ik weet niet hoe hij heet. Oké, ik ga nu naar de IKEA. Mijn camera is leeg, dus ik weet niet of ik neem hem wel even mee. Oké, top. Hij staat er. Kijk, dit is hem dus. En dan dus die stof. Ik moet zeggen, ik wilde eigenlijk geen corduroy meer. Maar als hij echt lekker zit, is het wel goed, hè? Dus ik ga even voelen. Voor een IKEA-bank is hij dus super duur. Maar ik moet zeggen, hij voelt wel echt een goede kwaliteit. Ook wel goed is dat hij best wel hoog is. Hij heeft trouwens opbergruimte, was ik alweer vergeten. Kijk. Wow. Hij is best wel hoog en dat is wel goed, want bij die bank die er nu staat vond ik mijn tv relatief hoog. Wow, dit is wel een mooi systeem hoor. Dat is wel echt heel handig in mijn huis. Moet je kijken joh. Even te zwaar, maar ja, het is wel een goede optie, maar het is echt heel duur voor de IKEA bank. Het zou dan dit zijn en dan kan je er dus nog een armleuning bij kopen die je er echt als het goed is ook echt vast aan kan maken. Dit ding vind ik nergens op slaan omdat het dus gewoon helemaal los ligt. Hoewel, je kan dit ook ervoor kiezen om dit dus zo te doen. Sorry, deze camera schommelt veel meer dan die ander. Dit zou ook nog kunnen. Maar je kan dus ook een armleuning hier zetten en ik wil eigenlijk testen of ik mijn benen kan strekken als ik zo lig. Want dat kan ik bij mijn andere bank niet. Bij deze kan ik dus inderdaad dan wel mijn benen strekken. Hij is gewoon net wat ruimer. En dat ik het gewoon moet doen. En ik denk nog wel met een armleuning erbij. Want hoe lang is die? Dit is... Is dit nou 20 centimeter? Nee toch? Oh, dan wordt hij wel echt te groot. Nou, ik moet even dan online meten hoe dik dit is. En als het te groot wordt, kan ik ervoor kiezen om... Gewoon dit te doen. Zo, bank bekeken en €260 ligt eraan. Heel veel organisatiespullen, nog een lamp en een wasmand. Oké, tijd om banden op te pompen. Ik denk dat er iets mis met mijn banden. Maar ik heb steeds geen zin om naar de garage te gaan. Maar ik vermoed dat er iets aan de hand is. Na 2,5, voor 2,7, na 2,9, voor 2,5, na 2,9. Dus toen met mijn moeder waren mijn banden echt lek. Maar toen had ik ze heel lang niet opgevonden. Ja, lek. Toen met heel gingen we ze doen. Terwijl ik best kort daarvoor nog bij mijn moeder had gedaan. Toen stonden ze echt op 1,4 of zo. Na een hele korte tijd. En nu met rijden had ik het gevoel dat ze weer zachter waren. Ze waren dus ook iets zachter. Dus ik moet even aan H vragen. Want hij weet dat. Of dat normaal is. Dat ze dus nu... Nou ja, de een was dus 2,5 gebleven, maar de ander was dus van 3 punt, iets van 0,3 gezakt of zo die paar weken. Ik weet niet of dat normaal is. Maar ze konden in ieder geval harder, maar ze waren niet lek. Ik was even bang dat iemand mijn banden had lek geprikt of zo. Maar dat is dus niet zo. En ik moet nog ontbijten, dus ik ga nu lekker een patatje halen bij de Praxis, want die zijn echt goddelijk daar. Heerlijk. Ik heb niet gefilmd, maar ik werd afgeleid door de groenteboer. Er is dus een... Oeh, een kringloop. Daar ga ik even kijken voor een lamp. Ik moet alleen zo wel naar huis voor die dingen die worden opgehaald. Hoor dit. Niet normaal.
Ik heb echt geld uitgegeven aan fruit. Ik heb nog nooit zoveel geld uitgegeven aan fruit. Zo goed. Maar hoe kom ik in deze kringloopwinkel? Of zit ik nu... Waar ben ik nu? Nou, ik ging een patatje halen. Ik doe dan een kleintje met van die hele vette, zure Vlaamse mayo. Echt heerlijk. Maar ik hoorde van die groenteboer dat het de beste van Nederland is, die patatzaak. Ja, verbaast me niks. Echt geweldig. Maar er stond er dus een groenteboer. Zo ontzettend duur. Niet normaal. Echt heel duur. 7 euro voor mango. Zak druiven. 8 euro of zo. Echt gestoord. Ik moet zeggen, ik dacht dat die 4 was. En bij het afrekenen merkte ik dat dat niet klopte. Maar ik heb het me toch laten influenceren. Ik heb gewoon 30 euro uitgegeven aan een mango, druiven, passievruchten en papaya. Toen dacht ik, ja, ik geef best wel vaak geld uit aan kwaliteit. Dus doe maar gewoon. Maar ik keek echt mijn ogen uit voor die prijzen. Maar zijn kwaliteit. Dan kan je beter 1 keer per maand lekker fruit kopen. In plaats van elke week van die vieze dingen. Ik had ook bijna nog aardbeien, mandarijnen en alles gekocht. Niet normaal. Ik moet zeggen, die druiven hadden niet per se goed. Want ik vind in de supermarkt druiven ook wel vaak lekker. Maar ze zijn wel goed hoor. Ik ga over bij de kwant om te kijken of ze die spiegel hebben. Ze hebben hem sowieso niet. Maar nu ik er toch ben, wil ik toch even kijken. Daar ben ik dan. Mijn bank is wel echt heel mooi. Dit zijn de passievruchten. Als je ze opensnijdt, zijn ze echt fantastisch. Je ziet ook dat ze er gewoon anders uitzien qua kleur. Dit was maar 5 euro voor de hele zak. Dat snapte ik niet zo goed. Want dit was echt 8 euro of zo voor druiven. Maar ze zijn zo crispy. Ik heb er een beetje veel gegeten. 7 euro voor een papaya of 8. En dan is het gekste van alles. Eigenlijk is dit het enige rare. En die druiven zijn ook wel duur, maar dat heb ik wel vaker meegemaakt. Deze mango. Het is de Ross Royce van de mango's. Kost dus 7 euro, maar je weet niet wat je proeft. Mango. Colorado. Bij Eco Fresco Peru. Nou. Hij liet me een stukje proeven. Dat hij niet altijd zei. Het was niet helemaal lekker. En dit is een paling. Ik vind mijn bankje dus echt heel cute. Nu weer, nu ik hem zie. Maar gewoon echt net te klein voor hier. Ik heb dus... Ik zocht van die bakken die speciaal voor de malm zijn. Want voor mijn paks heb ik natuurlijk vet mooie manden. Maar voor die malm hebben ze nog steeds alleen maar die lelijke gewoon. Die al jaren er zijn met die rit. Hier heb ik er 3 van. En er blijft ook altijd een vakje over. Dus ik vind ze niet... Ik vind dat het beter kan, maar goed. Dan heb ik in ieder geval manden voor mijn malm. En dit is dus op de gok. Want ik dus dacht dat het zou passen. Maar ergens ben ik ook weer bang dat het te groot is. Deze is volgens mij ook al wat prijziger. Up datera. Dit ook? Ja, anders moet het helaas maar terug. Al haat ik terugbrengen bij de IKEA, maar ik dacht ik neem het gewoon mee voor mijn kookeiland. En deze van die stoffen bakken, die heb ik ook. Dit is voor bij de wasmachine, omdat er ook nog dan, er zitten maar 2 stopcontacten. Dan kan ik ook mijn koelkast erop aansluiten. Ik zag er niet eentje met minder gaten. En USB-stekker, want die had ik nodig. En dit leek me wel leuk voor kruidenrekjes, maar dit was zo goedkoop. Ik dacht misschien kan ik het verven in de kleuren van mijn muur of zo. Ik weet niet. Ook gewoon meegenomen. En het kan altijd terug, maar ik hoop natuurlijk dat het niet hoeft. Dit is allemaal voor de keuken. Ja, dat was het al. Oh ja, en dus nog zo'n lamp. Dus toch nog eentje van die. Ik dacht, ja, doe maar even 2 dezelfde. Het is allemaal zoveel tijd om andere leuke lampen te vinden. En dus een hele mooie N-head in het zwart. Hele mooie wasband op wielen. Die zag ik eerder ook, maar ik vond 55 euro heel duur. En nu dacht ik, ik neem hem gewoon mee. Voor alle mensen die lekker gaan, mooi georganiseerde dingen. Oh, jullie gaan hier lekker op of net niet? Kijk. Hij past dus precies in zo'n dunne la. Ik dacht het al, want er stond voor IKEA 60 centimeter. Alleen kijk. Dus voor de mensen die heel autistisch doen. Maar dit is nice, want deze wou ik gebruiken voor op matcha en zo. Oké, ik weet niet of dit dan heel handig is. Maar hier heb ik dus bestek. Hier wil ik dus een ander. Ik wilde eigenlijk deze nog een keer kopen. Die heb je ook in het groot. Dit is een kleinere lijn. Dit is geen IKEA keuken. Had voor daar gekund. Maar ik heb dus die stoffen bakken. Of deze gaat naar hier. Ik weet niet of dat ook past. Ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik kan deze denk ik beter hier doen. Dit is de bestekla. Ja, perfectie. Het leukste was nog als hij wit was. Of zwart. Want ik haat hout. Maar dit is wel mooi toch? Dit heb ik nu niet geordend. Zoals je kunt zien. En dan zou hieronder dus eventueel nog zo'n la kunnen. Of dus deze bakken. Met iets anders erin. Want deze heb ik dus nu ook over. Maar deze kost echt maar 80 cent. Maar ik heb dus ook... Ik ben heel blij dat ik dit goed heb ingeschat. Deze 2 nog. En ik hoopte dat die ook zouden passen. Dus ik ga die even in elkaar zetten. En ik krijg net een sms'je dat over 20 minuten mijn dingen worden opgehaald. Ik ben echt best wel zenuwachtig.
Ik ben heel bang dat het weer die mannen zijn. Ik vond het toch niet zo prettig. Oké, die ander past ook. Ik vind het wederom heel erg goed bedacht. Eigenlijk had ik wel kunnen vertrouwen dat ik het goed had gemeten. Maar ik was toch bang dat ik het fout had gedaan. Nou, ik had niet echt gemeten. Ik was er gewoon van uitgegaan dat mijn keuken hetzelfde was als die bakken die er stonden. Oh, dit is wel mooi. Ik was nog best eventjes nadenken hoe dit werkt. Kijk. Oh, dit is chic. Kijk nou, nu denk ik wel van... Eigenlijk moet ik hierboven dezelfde doen. Nu heb je twee soorten. Waarom zou je dat doen? Maar ik denk dat ik hier dan het meest voorkomende bestek doe. En hier meer dat soort dingen. Ja, eigenlijk is het mooier als ik dezelfde neem. Hè? Oeh, dat vind ik dan weer vet zonde van deze houten bak. Ja, die kan wel terug, maar daar heb ik dan niet heel veel zin in. Ik zag die rij al bij de IKEA, jeetje. Maar ik heb ook nog dit. Daarvan wist ik dus niet waar deze in horen. Die grijze, die kunnen dan gewoon weg. Die zet ik gewoon in mijn berging. En hiervoor is het gewoon niet de perfecte maat, want dit is een ander soort keuken. Het is niet heel mooi dit. Alles anders. Nou, wowie. Dit is ook leuk. Ik moet zeggen, dit is zo ontzettend leuk om te halen voor in de klas. Ik weet niet meer wat het kost. Volgens mij was het best wel duur. Dit is zo leuk. Helemaal ruimtelijk inzicht. Maar ik heb dus nog... Hoeveel rijen? 3. Dan heb je nog wel ruimte over. Het is ook hiervoor gemaakt, maar het is net wat kleiner. En niet helemaal hoog. Past niet. Ik kom hier uit, maar ik vind het wel heel veel ruimte voor messen. Hier past het wel. Maar dit gebruik je weer vaker. Ja, dat is net zo breed trouwens. Ik weet niet, ik vind het in deze laag gewoon lelijk. Ik denk dat ik hier beter een rommela van kan maken. En dan is het wel weer zonde van dit. Ja, ik kan hier echt heel lang over nadenken. Prullenbak is bezorgd. Tadam. Toch maar weer voor een dure prullenbak gegaan. Ik dacht, als hij dan in het zicht komt te staan... Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd Brabantia prullenbakken heb. Ik kom altijd weer uit op Brabantia. Dan wil ik wel een mooie... gratis zakjes vuilniszakken altijd erbij, die super duur zijn. Daarna koop ik altijd gewoon van een ander merk. Blijf aan de gang met de Boldercar. Het is wel groot. Het is wel in your face. Ik ben dus gegaan... Normaal had ik één grote bak. Ik ben gegaan voor twee kleine. Omdat ik toch echt beter moet worden in het scheiden van mijn afval. Ik had natuurlijk ook voor een ronde 30 liter bak kunnen gaan. Maar ik vind het zo... Oeh, dat klinkt al goed. Ik vind het zelf altijd super irritant. Als je prullenbak heel snel vol zit. Dus ik vond deze wel gewoon mooi. Maar ja, mijn kookeiland staat nu gewoon niet goed. En hier komt natuurlijk geen bank te staan. Dus ik denk dat het wel moet kunnen. Ik weet niet of het pest het echt... Mijn huis. Nog even over nadenken. Hij kan natuurlijk daar in het hoek. Maar dan vind ik het er zonde dat ik een mooie heb. Aan de andere kant denk ik, ik kan maar beter een mooie kopen. Want als je dan ooit nog gaat verhuizen of zo, heb je tenminste een mooie prullenbak. Maar ik moet zeggen dat ik mijn prullenbakken nog nooit mee heb genomen naar een ander huis. En altijd of lelijk of ze blijven bij mijn ex staan. Ja, het is wel heel erg in your face. Dat moet ik wel bekennen. Daarom had ik ook gezegd van het zou mooi zijn... Als hij hier stond, maar ja, dat vind ik echt zonde. Ik vind het veel te leuk om hier een bar te hebben. Maar ja, het is nu ook een mega chaos. Het ziet er hier niet uit. Plint is er niet. Daar is het een zooi. In feite is het gewoon een hele mooie prullenbak natuurlijk. Mooi lang en dun. Dus ik laat hem even staan. Oh my god. Dan ben je juist weer vrolijk. Ja hoor, ze komen binnen. Gelukkig niet dezelfde bezorger. Ik zo, nou hier staat het. Die bank en die. Zegt, ik heb 4 labels. Ik zo, huh? Dat is raar. Ik zeg, nou ja, misschien hebben ze de hele bank dan doorgegeven. Maar ik heb alleen dat element aangemeld. Maar ik wilde die sowieso terugsturen. Dus je mag ze alle 4 meenemen. Als het dan maar wel goed komt met de returnering. Zegt hij, ja, maar dit past niet in mijn bus. Ik zeg, oh, oké, dan neem je alleen die 2 dingen mee die ik heb aangemeld. Nee, dat mag niet, want ik heb er 4 aangemeld. Ik zeg, nou, dan bel dan eventjes. En dan vraag je of ze die 2 eruit halen, want dat heb ik niet aangevraagd. Hij belde, kon niet. Hij zegt, sorry mevrouw, het past niet, dus ik ga weer. Ik zeg, ja... Nee, ik heb gewoon een versmoes verzonnen. Ik zei, morgen komt hier een hele grote bus met al mijn verhuisspullen en mijn dozen. En dan moet het gewoon weg zijn. Ik heb een afspraak, ik ben aan het wachten vandaag op jullie. Het moet gewoon opgehaald worden. Nee. Ik zei, ja, bel zelf maar, zei hij. Ik zeg, nou,
wil je dan even je baas bellen alsjeblieft? Gelukkig bleef deze man wel aardig. Uiteindelijk belde hij. En toen zei ze, ik ga kijken en mijn vrouw op de hoogte houden. Jij moet door met je route. Ik ga kijken of ik iemand kan regelen die deze spullen kan komen halen. Maar ja, hoe groot is die kans? Maar sowieso belachelijk dat de bus zit al vol. Ik wil gewoon dat die spullen weg zijn, weet je. Dan kan er ook niks mis mee gaan en dan heb ik weer ruimte. En in het, met Pasen gaat het niet opgehaald worden. En maandag ga ik echt verhuizen, hè. Dus dat is niet eens zo heel erg gelogen. Maandag gaan we alles verhuizen. En als dit hier allemaal staat, word ik gek. Want dan past het allemaal niet. Dus het moet opgehaald worden. En dit was eigenlijk de laatste optie vandaag. Dus fijn. Gelukkig was deze Dynalogic meneer wel aardig. Maar weer wederom heel slecht. Zijn bus zit vol. Hij liet een foto zien. Het zit gewoon vol. Ja, de bank is 3 delen inderdaad. Ja, ja. Maar er zijn 4 dingen aangemeld. Oké. Okay. Onze chauffeurs die gaan nu waarschijnlijk bellen als ze er bijna zijn. En dan hopelijk kunnen ze alles meenemen voor u. Oké, maar in ieder geval die 2 die aangemeld zijn dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, gelukkig. Dan blijf ik nog even thuis wachten. Oké, top. Dankjewel. Dank u wel. Top, doei. Tot ziens. Gelukkig jongens, gelukkig moest ik vandaag sowieso tot laat blijven. Want het is echt 7 uur, maar het zou zomaar 9 uur kunnen lopen. Aangezien het eind van de route is natuurlijk kunnen worden. Nou ja, oké. Okay. Oké, de bank die ik wil bestellen komt tot hier. Dat is goed. Het gaat nog een klein stukje meer zo. Dit is netjes. Dit is een goede, precies goed denk ik. Zo. Het scheelt echt maar een heel klein stukje. Echt jammer, want ik vind het een superleuke bank. Maar ja, het scheelt net. De bank is zeg maar een paar centimeter tot hier ongeveer langer. Alleen dan komt er nog een armleuning. Dus die bank heeft zeg maar geen leuning. Die kan je er los aanplakken. Dit stukje is gewoon te klein. Als dit tot hier had gelopen en dan nog een leuning was het top. Maar dat heeft deze niet. Dus helaas. En qua lengte van de chaise longue zeg maar is deze 1,75. En die ander 1,60. Dus dat scheelt ook weer net een stukje. Waardoor die precies waarschijnlijk hier mooi gaat vallen. En deze dus ook nog zo open kan. Dus beter. Dit is gewoon net ook lang. En eigenlijk toch ook loze ruimte. Je gebruikt het niet. Dus jammer. Mooi bankje. Hij is echt mooi. En Poesie gaat hier aan kunnen krabben. En aan die ander veel minder makkelijk. Tadaa. Het was even lastig. Terwijl het is eigenlijk heel makkelijk. Maar ik deed het een beetje verkeerd. Maar het is gelukt. Kijk, ik vind hem chic. Beige, zwart, mooi. 2 vakken. Ik kan hem weer mooi dicht doen. Je kan hem wegrollen. Hij is smal. Ik vind hem helemaal geschikt. En mijn prullenbak staat voor nu eventjes daar. Ja, uiteindelijk kan deze wasmand heel mooi in dit hoek. Dan vind ik hem echt very pretty. Kan hij mooi zo daar langs de zijkant staan. IKEA, 55 euro's. Maar wel chic. Oh mijn god jongens. Kijk. Dit. Echt zonde trouwens. Zijn passievruchten die ik nog heb liggen van. Van wanneer was dit? Van toen ik voor haar ontbijt dingen ging halen. Dit is die van net. Ik heb hem net geproefd. Dit is onmenselijk lekker gewoon. Even kijken. Deze ligt natuurlijk al een week. Maar zie je er ook best. Ja, je ziet het. Dit is gewoon. Steeds denk ik dat iemand de scheet heeft gelaten, maar het is mijn koelkast. Sowieso het verschil qua grootte, maar zie je de schil? Helemaal donker. Dit smaakte echt naar passievruchtsap van Coolbest. Die mango smaakte naar mangosap van Coolbest. Alsof het gewoon nep is. Je ziet, dit is ook. Ja, het is gewoon heel anders. Moet ik zeggen dat deze nog redelijk oké lijkt. Oh, deze zijn trouwens best oké. Ja, gewoon. Wat je gewend bent van een passievrucht, toch dat het heel zuur is. Terwijl dit is ongelooflijk zoet. Gadver, die kaasgeur is echt vies. Het is zo lekker. Hele hap vol ook. Helemaal in één geheel. Hoe krijgt Coolbest het dan zo lekker? Want ze doen er geen suiker bij. Dit is een wereld van verschil. Dag en nacht. Niet normaal. Zo goed bij die man. Ik weet trouwens helemaal niet of ik deze schaal had laten zien. Hij komt niet echt mooi tot recht met deze passievruchten erin. Maar ik hou dus niet van hout. Maar ik vond deze zo ontzettend mooi. Hij was van de TK Maxx. Hij is van de TK Maxx. Zo'n ontzettend mooie mangohouten schaal. Ik moest hem hebben en hij ruikt naar mijn opa en oma qua hout. En hij deed me aan hun denken. Dus echt zo'n Indiase schaal. Maar ik vind hem niet leuk als fruitschaal met dit soort kleuren. Maar ik wilde heel even mijn fruit in een schaal doen. Maar ik ben hier dus helemaal verliefd op. Ik vind hem zo prachtig. Alleen het is zonde als je er allemaal fruit in doet. Zie je dus niet hoe mooi de bodem is. Mijn opa en oma aten altijd salades uit dit soort schalen.
Aangezien ik toch niet thuis eet, ga ik mijn mango eten van 7 euro. 7 euro, hebben jullie ooit 7? Oh, het snijdt ook echt als boter. Moeten jullie kijken hoe mooi donker die is. Holy moly. Het is gewoon ook een totaal andere kleur. Maar ik wil echt niets verliezen van deze mango. Ik at het daar dus gewoon met schil. Die schil was ook gewoon zacht. Zie je? Ik ga het gewoon met schil eten. Niet normaal. Dit is wel niet normaal hoor. Dit is niet te vergelijken. Dit is zo zoet dat ik nu eigenlijk al genoeg heb. Kan ik ook voor het eerst mijn bakje gaan gebruiken. Hij is ook gewoon oranje jongens. Het lijkt wel een papaya. Zien jullie het? Het is niet zomaar een lekkere mango. Dit is gewoon echt. Ben ik nog niet eens zo'n zoet fan. Maar als jij van zoet houdt, ga je helemaal gek worden als je dit proeft. Is het nog een waar is het verpakt met daar toch? Ja, het is niet verpakt. Het is, de bank staat zonder verpakking. Ja, ik weet het. Ik kom het nieuw ophalen. Oké. En dan heb je ook een afleverbewijsje, toch? Ja, die neem ik allemaal mee. Oké, bedankt. Tot straks. Het is zo raar. Het is al bijna 8 uur. Dus ik was al bang dat ze niet meer zouden komen. Word ik gebeld door gewoon een nummer. Hallo, ik hoorde dat je heel boos was. Niemand kan komen. Dus ik kom nu, heb het aangeboden om jouw spullen te komen halen. Ik zei, nou, ik was niet heel boos. Maar de spullen moeten wel opgehaald worden, want het was een afspraak. Heel raar. Ik bijna denk, is het een scam? Is het wel echt een chauffeur? Maar het zal wel kloppen. Hij komt nu vanuit blij zijn. Daar woont heel zowat in de buurt. Oké, ik ben benieuwd. Hij is zo lief. Hij is zo lief voor zijn miauw. Ik heb zo'n lekkere ochtend, jongens. Oh, poesje. Mijn ouders, mijn moeder sporten, mijn vader is naar Hilversum. Ja, ik vind het gewoon heel fijn om een rustige dag op te starten. Oh, nu gaat Chico herrie maken als ik vlog. Chico was super schattig. Ik heb hem echt 10 minuten voor gekroeld. We hebben samen papaya gegeten. Zo schattig. Mama had zijn kooi verschoten. Hij is helemaal blij. En schattig. En nu komt de poes bij mij liggen. Ik ben even wat facturen aan doen. Een klein beetje editen. Eigenlijk denk ik dat ik over een uurtje ook even ga sporten. Als mijn haar wat droger is. Na het sporten snel eventjes opfrissen. Make-up, haar. En dan ga ik met mama. Het is lekker dagje naar Amsterdam. Vet veel zin in. Heel leuk wel hoor. Ik merk in mijn hoofd dat ik heel graag naar mijn huis wil. Maar dat is gewoon een soort verslaving. Maar ik was best wel vroeg wakker. En toen dacht ik moet van mezelf nog slapen. Het lukte niet. Uiteindelijk toch gelukt. Ik heb uiteindelijk nog van 9:15 of zo. Nou, meestal slaap ik dan nog 3 kwartier als ik in de ochtend slaap. Ja, dat ik nog 3 kwartier gepakt. En ik voel me echt beter. Dus zo fijn. Ik merkte gisteren toen het dan misging met die bezorgen dat ik nog eventjes weer. Zeg maar, als je echt zo'n rotweek hebt en zo moe bent en emotioneel en zo, dan kan je heel snel weer geprikkeld worden om natuurlijk je weer minder goed te voelen. Maar ik merk nu dat het weer beter gaat. Dus ik ben echt blij, want ik kan zo balen van dat soort weken. Want het was gewoon niet bij mij als persoon om me zo te voelen. Dus ja, ik denk dat ik echt. Ik voel me echt best wel chill. Ik ben best wel blij. Lekker aan het genieten. Sporten zal me ook goed doen. En ja. Ik heb dus alleen 0 foto's voor mijn weekoverzicht. 0. 0. Ik heb geen 1 foto gemaakt deze week. Nou ja, als ik er maar eentje kan plaatsen, is het ook wel leuk. Poesje miauw, je bent zo lief. Poesje miauw. Je bent zo'n mooie poes. Dit is weer mijn andere camera. Ik zag dus bij het edit dat die vlek er nog steeds op zat. Ik heb nu mijn hele sensor schoongemaakt. Volgens mij is de vlek nu weg. Sorry guys. Oké, ik ga naar de sportschool. Bye bye. Dus waar ze daar liepen ze helemaal vast. Want daar is het afgesloten vanwege die nieuwe weg die komt. We bellen. Daar zijn we. Ik wist dus niet dat het hele aparte fietsen waren. Kijk, dit is heel flexibel. Dus als je 1 seconde je hand eraf haalt, dan val je. Het voelt een beetje alsof je op een driewieler bent. We zijn in de TK Maxx, maar ik zat te kijken. Dit was echt vroeger mijn stijl, als in heel kort geleden nog. Eigenlijk is mijn stijl wel een beetje veranderd en dit ook.
ik denk leuk. En dan denk ik, maar eigenlijk ben ik niet meer zo van het drukken. Nu zou ik eerder voor zoiets gaan. Ja. Net een kinderachtig. Ik vind dit wel echt heel schattig. Maar wat is dit? Is dit een deurmat? Waarschijnlijk heb ik hier geen plek voor, maar ik vind het wel heel leuk. En toch vind ik deze wel heel leuk, merk ik. Maar ik ga hem niet kopen. Als er een leuke print op had gestaan of zo. Dit vind ik ook een mooie kussen. Ga ik ook niet kopen. Schattig. Dit zou ik ook echt hebben meegenomen. Vooral aangezien ze er best wel veel hebben. Maar ja, ik hoef dat nu gewoon helemaal niet meer. Dit vind ik dus wel heel leuk. Dit zijn van die je ook echt voor picknicken en zo kan gebruiken. Maar waar laat je het, hè? Deze zou ik wel misschien nog hebben meegenomen als er vier waren. Maar er zijn er maar drie. Deze vind ik heel leuk. Oh, deze vind ik eigenlijk echt heel leuk. Misschien wil ik deze. Want er passen er eigenlijk toch maar drie in mijn servieskast. Oh, ik kan dit eigenlijk niet weerstaan. Nee. Bij de Heiligeweg vroeger kwamen we hier ook. Maar ik moet zeggen, deze was altijd best van Nederland. Ik vind hem minder lekker. Ja, de Praxis is echt lekkerder. Hij heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Nee, ik zei ze nog zelfs vroeger, zei hij ja, maar nog beter. Bizar, het ziet er ook niet uit, het zit geen schil op. Vroeger wel, toch? Maar wel lekker als meer. Fietsen is echt super eng. Heel eng. We hebben heel lang omgefietst. En we hadden dorst, dus ik zei, zal ik even water halen bij de appie? Toen zag ik 1% gratis. Toen dacht ik, ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon even onszelf even lekker vullen met een smoothie. Koud lekker. Lijkt wel ijs, joh. Mm. Ga je hier natuurlijk ook een drankje doen, maar ja, als je nu wel dorst hebt. Ja. Een man, drie graafjes taarten mee en zo. Ja, we, zeker. David van Rosmalen kennen wij heel goed. Het is gewoon echt superleuk. Een jeugdvriend. Ja. Dus daarom gaan we daarom komen jullie lekker kijken. Leuk. Nou, het belangrijkste is dat je eigenlijk niet de tijd in de gaten hoeft te houden voor de voorstelling. Vlak voordat de voorstelling begint gaat er een hele harde bel. Anders dan deze die je nu hoort. En er worden alle namen opgenoemd die naar de voorstelling gaan. En dan verzamel je met z'n allen daar om het hoekje bij de trap met alle lichtjes. Je moet ze meteen maar even filmen. Die is heel mooi. Oh, leuk. Ja, die is echt heel mooi. En je drankje mag je mee naar beneden nemen. Dus bestel die vooral lekker voor de voorstelling. Dan heb ik nog deze muntjes. Ook daar om het hoekje zit een automatiek muur. En daar kan je allemaal lekkere hapjes uithalen. Oh. Die staan ook hier op de kaart. Oh ja, leuk. Dus die kan je met die muntjes eruit halen. En als je meer wil, kan je dat gewoon bij ons bestellen, de muntjes. En de rest van de kaart is allemaal gewoon op bestelling bij mij of bij een van mijn andere collega's. En ja, dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. En verder gewoon een leuke avond hebben. Ja, gaan we zeker doen. Dank je. Dat hoop ik. Hoe cool is dit? Kijk dan, als je naar de wc wil. Oh, hey David! Hey, hallo! Hallo, ik mag je pas wel filmen als theatermaker. Ik mag wel filmen hoor. Hi. Weet je nog wie ik ben? Ja, ik weet zeker wie je bent. Hey. We komen voor jou, weet je dat? Nee, dat wist ik helemaal niet. Oh. Verrassing. Ja. Zit je meteen de eerste keer zo? Ja. Wat leuk. Kijk, wat een mooie wc. Very pretty. Cheers. Heel leuk. Ja, wel heel leuk, maar yummy, we hebben een vlamkuchen met truffel en zo. Zal jullie even een beetje uitleg geven over het theater? Maar, toetje. Dennis, ik wil voor jou carrot cake, maar die was heel. Wow, mooi. Heel mooi. Niet normaal. Is het één stuk of twee? Eén. Ja, het is enorm. Heb eens, hè? Good morning. Papa haalt me zo op. Ik ben even snel naar mijn huis gegaan, maar ik moet hem ook opmaken. Cadeautje voor oma inpakken. En mijn spullen aan jullie laten zien die ik heb gekocht. En eigenlijk ook nog mijn haar. Ik heb dus wel die glazen gisteren gekocht, want ik vind ze te mooi. Bij de TK, deze. Een soort van pakje vind ik heel lekker in de zomer als je wil zonnen, maar je wil niet echt een bikini aan gewoon thuis. En bij de Pri nog drie soort zilveren oorbellen. Dat ik het eigenlijk heel weinig heb, ze lijken een beetje op elkaar. Deze. En dit is er afgevallen, maar die ook. En even elastiekjes. En deze drie dipblokjes bij de Primark. Vond ik ook heel leuk. Een grote haarklip. Oh, dit is de andere oorbel. Het heeft een heel raar achterkantje. Wel heel leuk, maar daardoor valt hij er dus heel snel af volgens mij. Ik zie dat steeds vaker tegenwoordig. Wel leuk, want ik heb heel weinig zilver. Ja, en deze haarklip dus, die lekker groot is. Nog even koffie nemen. De klok is natuurlijk een uur vooruit en het is al
kort voor één of zo. Ik heb nog niets gegeten en gedronken. Dus ik was echt heel lang aan het uitschrijven. Oh ja, ik heb een prullenbak. Twee kledingstukken, maar ze zijn eigenlijk allebei te groot. Deze blazer in het wit, maar de stof is wel minder chill en hij is eigenlijk te groot. En een soort spijkerding, maar die liggen bij mijn ouders. Ik ga dus in Zoetermeer slapen, dus ik moet echt eventjes alles nu goed voorbereiden. Ik ben heel blij en ik ga op de fiets, maar ik stel zo wel met deze glazen. Heel blij. Zo leuk. Maar waar zet ik ze neer? Dat is dan de vraag. Ik heb dus gisteren bij de Graafjes voor hetzelfde cake gekocht en een carrot cake cupcake. Maar als ik dat nu ga eten, krijg ik super veel buikpijn. Ik weet ook niet waarom ik eigenlijk twee heb gekocht. Mama en ik hebben gisteren in de trein een beetje gegeten van deze. Ik heb voor het eerst mijn nieuwe rugzak gebruiken, die ik dus al die tijd heb bewaard tot mijn nieuwe huis. Ik weet ook niet waarom, maar ik ga vandaag dus op de fiets, onder andere. En dan is dit wel handig. Gelukkig vind ik hem nog steeds leuk na al die maanden. Ik wil nooit iets, maar ik vind het dan toch stom om met niks aan te komen. Ze is ook nog jarig geweest. Ja, het is een heel gierig cadeau, maar ja, ze wil niks. Ze zegt altijd sweetheart tegen mij. Dus ik vond dit een leuk kaartje. En deze kaarsjes. Op mijn brandstof ging echte kaars, maar ik dacht leuk, dit zijn bloemen, maar dan die niet verwelken. Dan kan je gewoon leuk neerzetten, dus ga ik even inpakken. Deze kijkertjes en eentje is gesneuveld. Ik ben bij oma. Oh, lekker. Ah, schattig. Hé, hey, waar is nou weer dat crampje? Is er weer afgevallen. Ik had een briefje getrokken bij oma. Er stond op, eet muesli. Je koestert een stille liefde. En wat ook weer nog meer? Maatschappelijk weet ik niet meer. Maatschappelijk zit het je mee. Oh. Papa is dus ook mee. Ik had het nog niet verteld, maar ik ga dus... met de fiets, want oma heeft dus nog een fiets die weg moet. En mama had vorige week twee fietsen opgehaald. En toen zei ik, als papa mij nou brengt, kan ik straks met de fiets naar Zoetermeer. Dus ik hoop dat het zo lekker weer blijft. En dan kan die fiets morgen in de verhuisbus. Oh, welkom morgen, stilpuk. Oeh, jezus, wat is dit nou? Plakband, daar zat dat crème mee vast. Heerlijk. Mooie foto hoor, van jou. Ja, eens. Ik had moederas met je willen doen. Moederas, oh ja, dat zei je. Oh, wat beeldig, zeg. Ja? Oh, fijn. Oh, was echt apart. Gelukkig. Kijk, zij zegt dus dat je je oren dubbel moet doen en daarachter moet masseren. Ik dacht even vlog in de lift, maar ik moet mijn neus dicht houden, want het stikt zo erg naar plas. Ik ben nu op station Zoetermeer, maar ik had beter bij Ooster uit kunnen gaan, want ik moet nu 4 kilometer fietsen. Ja, snel te doen. Maar ik ben niet op een hele handige plek uitgestapt. Stinkt. Poesje, ken jij nog? Oh, nu is het wel echt lang dat ik er niet heb gezien. Hallo? Hi. Hi. Hi, Nicky. Jullie mogen zeggen in de comments of ze mij nog kent. Ken je mij? Ken je mij? Deze poes weet je niet zo goed omdat ze iedereen lief vindt. Hoi. Ken jij mij? Ja. Het oma gegeven. Je bent zo dikkie. Je bent zo dik. Jee, het is hij dik. Ja. Hi. Ik denk dat ze het wel weet. Als je haar stem hoort dan... Met bellen ook, toch? Gaat ze altijd bewegen. Hoesie. Hoesie. Geen ober. Wow, vet mooi. Ik hou hier echt van. Wow. Dit is iets met pompoen, vinaigrette en zeewierkaviaar. Hier hou ik echt van. Oh, lekker wijntje. Mmm. Heerlijk. Die zeewierkaviaar was echt super lekker. Nu krijg ik wel lekker een broodje. Echt, het was echt oprecht heerlijk. Ik hou sowieso van die kleine gerechtjes. Yummy. Wauw, ook zo mooi. Ah. Oeh, lekker met paddenstoelen. Eerlijk, je geniet hier zoveel meer van dan een heel bord pasta. Wauw,
heel benieuwd. Oh, dit ziet er zo ontzettend lekker uit. Stippeltjes ernaast maak ik het af. Hè? Ja, heb je dat zelf bedacht? Ja. Oh ja, dat hoort niet. Dat je hier natuurlijk allemaal van die bizarre borden hebt die ik zelf niet heb als service freak. Nou, ik vind het echt prachtig. Het is weer bijna tijd voor de laatste hartige gang. En haast zegt het echt zo, dit is zo lekker. Het is iets met het zwarte koffie. Ik zit de hele tijd te kijken hoeveel slechter deze camera is. Het is niet normaal hoe goed die camera is. Daar komt het al hoor. Wauw, oh het is aubergine. Oh, dat weet je dat ik dat wil. Is het aubergine met zwarte knoflook? Oh, die saus. Ik zie het nu pas. Ruikt zo ongelooflijk lekker. Lise aubergine lampsang saus. Notenmix zwarte knoflook tankers. Dat had gelijk dat we dit allebei super lekker gaan vinden. Wat is dat groene nou? Wat is dit dan? Geen. Stroopwafel. Wat? Stroopwafel, liqueur en blauw. Oh, lekker! Wauw. Pushy. Oh, ik moet de vlog afsluiten. Het is maandag. Natuurlijk. Oké, jongens. Het is natuurlijk... Het voelt als dit al bij het weekend hoort. Maar het is natuurlijk wel officieel maandag. Dus ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Wij gaan zo een bus huren en dus verhuizen. Dat zien jullie volgende week. Als ik je de vlog leuk vond, veel minder klussen. Veel meer andere dingen. Laat er even een reactie achter. Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dan... Niks. Wel, anders weten mensen niet wat ze moeten zeggen. Wat een, zeg maar, wat een kleurrijk kattenspeeltje. En like ook eventjes, want dat helpt ook. En check ook even mijn Instagram. En je mag ook zeggen, wat een lieve poesie. Dat mag ook. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei jongens. Bye.